Hallo allemaal, welkom bij deze Astro Tarot voorspelling voor de maand december 2015. Mijn naam is Esther van Heerenbeek, van praktijk Esther van Heerenbeek, waarin ik mij dus bezighoud met astrologie, tarot en numerologie. We zijn alweer aanbeland aan de laatste maand van het jaar en allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken die mijn feestpagina altijd liked, zich geabonneerd heeft op YouTube, via Twitter leuke reacties heeft achtergelaten. Dat vind ik heel erg fijn om terug te zien en te lezen. Een aantal maanden geleden heb ik besloten om deze filmpjes te maken. Met als doel mensen te helpen inzicht geven in zichzelf en in de maand die ze te wachten staat. Maar ook een beetje om een indruk te geven wat het zou betekenen als je persoonlijk een consult in mijn praktijk zou willen doen. Nou is het zo dat ik voor mezelf zoiets had van nou ik ga het een half jaar proberen en kijken wat het voor een reacties oplevert. Nou het heeft natuurlijk al heel veel leuke reacties en inzichten opgeleverd zoals ik het hoor. Maar ja, wil ik dit blijven kunnen doen, dan heb ik toch nog meer abonnees en meer likes nodig op mijn Facebookpagina, meer abonnees op mijn YouTube kanaal. Dus vind je dit leuk en wil je dat ik dit ook verder blijf doen in de toekomst, dan is het leuk als je mijn Facebookpagina liked, mijn filmpjes ook deelt op je Facebookpagina, zodat meer mensen die dit interessant zouden vinden kunnen zien en weer kunnen liken en delen. Of dat je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden en dat zou ook betekenen dat ik dit in het nieuwe jaar 2016 voort kan zetten. Dan gaan we nu snel verder natuurlijk met de Astro Tarot voorspelling voor jou voor 2015 december. Hallo Maagd, leuk dat je kijkt naar jouw Astro Tarot voorspelling voor december 2015. Ook deze maand werk ik weer met de Rider-Waite Tarot, omdat dat mijn favoriete deck is. En dan ga ik daar natuurlijk drie kaarten uittrekken voor jou specifiek als Maagd voor de maand december 2015. En ter afsluiting gebruik ik weer de inzichtkaarten die een tekstje of een zin geven. Die weer een puntje op de i zijn en dan weer iets zeggen over wat jou de komende maand te wachten staat. Nou, de kaarten die ik voor jou heb geschud is... De eerste is de maan. En dat kan betekenen dat je in het begin van deze maand, december, toch een beetje in een twijfel zit. In een bepaalde onzekerheid. Dit kan met relatie te maken hebben, maar dit kan ook met je werk te maken hebben. Op de een of andere manier, of ook met jezelf persoonlijk, zit je toch wel in een onzekerheid, gevoelsmatige onrust. Waardoor je dus niet zo lekker in je vel voelt. Je durft ook niet zo goed stappen te nemen, omdat je een beetje bang bent voor wat er komen gaat. Jij als maagd vindt het moeilijk om onzekerheden in het leven te kennen, want je gaat graag voor zekerheid, je weet graag waar je aan toe bent als aardeteken. Maar dat zit er nu op dit moment niet in en dat maakt het behoorlijk onrustig en onzeker voor jou aan het begin van deze maand. En dat kan er ook toe leiden dat je wat minder goed slaapt of dat je gewoon moe wordt van het onrustige energie waar je de hele dag in zit. De volgende kaart die daar voor jou van toepassing op is, is de 7 van zwaarden. En dat wil ook zeggen dat je op moet letten dat je de komende maand niet te veel op je tenen gaat lopen. Eis niet te veel van jezelf, verg niet te veel van jezelf en ook al zit het in je, probeer niet te perfectionistisch alles na te streven. Laat dingen ook een beetje op je afkomen, want als je te veel wil plannen, organiseren, perfectioneren, dan wordt het ook heel zwaar, onrustig en moeilijk voor je. Dus probeer ook een beetje rust in te brengen. Probeer ook tijd voor jezelf te nemen, want de 7, het getal 7 numerologisch, heeft ook te maken met het zoeken van een innerlijke rust en een innerlijke balans. En je bent emotioneel al heel erg onrustig, gevoelsmatig heel onrustig. Probeer dat te kalmeren door niet te veel van jezelf te vergen en meer rust te brengen in je dagelijkse leven en in wie je bent. Dus loop niet te veel op de tenen, neem niet te veel hooi op je vork en neem rust voor jezelf.
Nou, dan komt hier dan de 8 van pentagrammen, wat wil zeggen van, nou ja, neem dus de tijd om te werken aan je doelen. Neem de tijd om de dingen te doen die je wil doen deze maand. Dus forceer niks, zoals ik net al zei. Maak het jezelf niet te moeilijk, maar doe rustig aan en doe goed wat je wil doen. Doe het goed en werk langzaam maar zeker naar je doel toe. Ook al weet je nog niet zo zeker of zo goed waar het toe zal leiden, ga er gewoon mee aan de slag. Ook al weet je nog niet wat het resultaat zal zijn, hè, wat jou dus misschien een beetje onrustig maakt, dat je zegt, ja, maar ik heb geen zekerheid, ik weet niet goed waar het schip zal stranden. Werk er gewoon op een rustige manier aan, hè, met jouw kwaliteiten, op jouw manier. Dan komt het antwoord vanzelf, dan komt het resultaat vanzelf en dan komt ook de rust vanzelf. Dus heb daar ook vertrouwen in, dat als je rustig bezig blijft met de dingen die goed voor jou zijn, waar jij goed in bent, dat het antwoord vanzelf komt en dat de rust ook vanzelf komt. Nou, natuurlijk hoort daar ook een inzichtkaartje bij. En die ik voor jou heb getrokken is, wat gevoeld wordt, wilt geleefd worden. Ja, dit gaat dus heel duidelijk over dat gevoel en die onrust die je kunt ervaren. Wanneer je dus te veel wil doen, het te perfect wil doen, de zekerheid wil nastreven. Leef wat meer in het moment en volg je gevoel. En duw ook je gevoelens niet weg. Vind je iets eng? Vind je iets moeilijk? Word je ergens onzeker of nerveus van? Uit dat dan ook. Hou dat niet vast in je lichaam, want dan maak je het juist veel erger mee. Laat het stromen. Huil eens een keer. Uit het eens een keer. Praat er eens een keer over met een goede vriendin of met je partner. En laat gebeuren wat gevoeld wil worden. Ja. Zoals het hier staat, wat gevoeld wordt, wil geleefd worden. Dus laat het naar buiten komen. Hou het niet vast. Dat helpt jou vooruit te komen. En dat helpt jou ook weer jezelf zekerder in je vel te voelen. Nou, daarbij wens ik je natuurlijk heel veel succes de komende maand. Wil je nou meer informatie over mijn praktijk Esther van Heerenbeek? Of wil je mijn boeken bestellen? Wil je een persoonlijk consult of een cursus of workshop volgen? Ga dan naar onderstaande gegevens. Dan vind je alles onder dit filmpje wat dat betreft. Nou, natuurlijk wens ik je ook hele fijne feestdagen en een hele mooie jaarwisseling 2016. En heel erg bedankt voor het kijken naar dit filmpje en eventuele voorgaande filmpjes. Dat waardeer ik enorm. Graag tot ziens. Doei!